Ik ontdekte mijn eerste orgasme door een. Ik heb even heel bewust 2 weken niet geüpload, omdat ik me even ergens anders op moest focussen. Ik ben met zoveel dingen bezig en ik ga jullie er meer over vertellen. Als je me volgt op social media, kom je daar ook wel achter. Want ik heb ook een nieuwe huisstijl, een nieuwe banner op mijn kanaal en allemaal nieuwe dingetjes. Ik heb hier ook echt zo'n watermerkje staan. I don't even know, maar het is cool. En ik heb een logo en allemaal dat soort dingen. Dus misschien zien jullie nu ook al dat de thumbnail wat anders was. Dus daar ben ik heel blij om. Dus perfecte comeback. En ik dacht voor alle mensen die nieuw zijn, die nieuw op mij geabonneerd zijn, want ik weet dat het heel veel nieuwe mensen zijn. Dacht ik ga wat feitjes over mezelf vertellen. En natuurlijk niet al die fucking boring feitjes, maar gewoon een beetje seksuele feitjes. Want mijn kanaal gaat natuurlijk best wel veel over seks. En dat is gewoon mijn ding. En ik wil daar steeds meer open over praten. Dus dan vertel ik ook maar wat leuke seksuele feitjes over mezelf. Maar voor de mensen die mij nog niet zo goed kennen, heb ik eerst 10 feiten. Gewoon basic feiten. En daarna nog 10 seksfeitjes over mezelf. Dus dat is heel leuk. Misschien kom ik wel met best wel een shocking exposure. Mijn blouse is trouwens van de Capsones Amsterdam. Die Instagram kan jullie in de beschrijving vinden. Of de website ook. Check maar even de beschrijving. Dan weet je waar je dit blouse kan kopen. Want hij is zo leuk en fijn en goede kwaliteit stof en zo. Het is geïnspireerd op glas en lood. Had je dat hier kunnen bedenken zo? Ik vind het heel chill. Ja, ik baal echt dat het licht slecht is. Maar mijn video's hebben nooit goede kwaliteit gehad. En weet je, het is altijd ander licht en mijn camera en mijn plant hier is nu ook inmiddels dood. Ik was een week in Barcelona en ik kwam terug en hij was dood. Maar goed, let's start met de basic feitjes. Ik ben geboren op 9 april 1995 en dat betekent dat ik 22 jaar ben. En ik vind het bijvoorbeeld zo bizar als ik nu mensen ontmoet die in 2000 geboren zijn. Dat is echt bizar. I'm a 90s kid. Ik woon momenteel in Haarlem, daar studeer ik ook. Maar ik ben geboren in Leeuwarden en opgegroeid in Helmond. En sinds 4 jaar woon ik nu in deze omgeving. In totaal ben ik iets van 5 keer verhuisd. Ik ben nu al 1,5 jaar vegetariër. Niet omdat ik het zielig vind voor de dieren, want ik hou helemaal niet van dieren. Maar gewoon puur omdat het slecht is voor het milieu om vlees te eten. En ik voel me er beter bij om geen vlees in mijn lichaam te stoppen. Ook zo min mogelijk vis trouwens. Veel mensen verwachten het niet van mij, maar ik ben 1,80 meter. Best wel lang. Vaak als mensen mij in het echt ontmoeten zeggen ze ook, wow Linda, ik had niet gedacht dat jij zo lang was. Overigens, Sophie Milsink is nog langer. Ik weet niet waarom ik dit erbij zeg, maar om even referentiekader. Want je ziet haar dan in Love at First Lies zo staan en dan. Ja. Ik studeer toerisme management en ik zit in mijn 5e jaar. En ja, die opleiding duurt maar 4 jaar. Maar dat betekent dat ik studievertraging heb. Ik moet nog struggelen voor mijn scriptie. En ik moet nog 1 toets halen. De beste reis die ik ooit heb gehad was mijn reis naar Zuid-Afrika afgelopen december. Dat heb ik ook helemaal gevlogd. En het was echt de best experience of my life. Ik doe niet aan relaties. Ik geloof niet in monogamie. En momenteel heb ik dan ook geen relatie. Mensen vragen zich overigens wel altijd af hoe ik dan zoveel seks heb. Maar goed, dat is gewoon. Ja. Afgelopen zomer, of afgelopen jaar, nee, afgelopen zomer zelfs wel, heb ik meer dan 20 festivals bezocht. En dat is echt toppunt. Nooit eerder zoveel festivals. En nu is het ook klaar met de festivals in de zomer. Veel mensen weten het niet, maar ik maak al meer dan 7 jaar YouTube-video's. En ik heb nu sinds 1 jaar een beetje ontdekt dat de sekskant wel echt mij heel erg ligt. Nu, de seksfeitjes. Oké, allereerst. Ik ben op mijn 17e ontmaagd en dat betekent dat ik al meer dan 5 jaar seksueel actief ben. Soms masturbeer ik gewoon puur omdat ik me verveel en zin heb om even klaar te komen. De eerste 2 jaar van dat ik seksueel actief was, dus van mijn 17e tot mijn 19e, heb ik echt regelmatig pijn gehad tijdens de seks. Ik heb daar ook een video over, pijn tijdens de seks heet die. Daarin vertel ik dat het volkomen normaal is en misschien een soort van tips hoe dat minder kan worden. Ik heb meer dan 20 bedpartners gehad en ik schaam me daar absoluut niet voor en het zou je ook echt niet hoeven doen als vrouw. Ik denk alleen maar dat het heel erg interessant is wanneer je verschillende mensen seks hebt met verschillende mensen. Ik heb met bijna al mijn vrienden wel eens gezoend en we vinden het totaal niet awkward. Het is gewoon leuk en helemaal niet erg. Ik kocht mijn eerste vibrator met mijn moeder op de huishoudbeurs en ik was toen 20. Dus dat is 2,5 jaar geleden. Ik had tot 1 jaar geleden ongeveer best wel piemelangst en ook een soort pijpangst. Ik wist gewoon niet wat ik met een piemel aan moest, terwijl ik het nu wel steeds leuker begint te vinden. Ik ontdekte mijn eerste orgasme door een soort van op een kussen te gaan zitten en daar een soort van op heen en weer te bewegen. En daardoor voelde dat wel lekker en daar ging ik mee door en toen had ik mijn orgasme. Wat ik daarbij wil zeggen is dat het ook volkomen normaal is dat je als jong meisje daar op die manier achter komt. En ik was toen ongeveer 12, denk ik. De gekste of misschien meest spannende plek waar ik ooit seks was, was op de wc van een club. Ja, dat was best wel spannend. Ik heb wel eens met een soort van BN'er gezoend. Ik hoop dat jullie hierdoor mij een beetje beter kennen.
kennen. Hartstikke leuk. En laat mij even weten. Laat mij even weten wat je van mijn nieuwe banner vindt. Wat je van deze video vond. En wat een gek seksfeitje over jou is. Bijvoorbeeld, hoeveel bedpartners heb je gehad? Wanneer kocht jij je eerste seksspeeltje? Of wat is jouw gekste plek waar je seks had? Of misschien heb jij wel eens met een BN'er gezoend? Laat het me weten in de reacties. En dan zie ik jullie volgende week gewoon weer met een nieuw taboe wat ik bespreekbaar maak. Dag jongens. Joe.